Karim Moussaoui is een jonge speler, linksbenige speler, die een ongelooflijk goed gevoel heeft voor het kiezen van een vrije positie. Hij heeft een hele fijne techniek, is in staat om een hele goede steekbal weg te geven. Ter beschikking van de straat, mixtape. De naam is Appa, 2007. Timon op de beat, ja. Dit is het begin van een nieuwe tijd, einde van de oude. Herboren zonder nieuw lijf, klaar voor een nieuwe strijd. Ter beschikking van de straat is de mentaliteit. En dat zal altijd zo blijven, want er is geen medelijden. Je ziet je medelijden, maar geen tijd om mee te lijden. Want je laat je medelijden door verschillende zaken. Want als je wat wil hebben tegenwoordig, dan blijf je bezig met verschillende zaken. Ik doe mijn dingen, pak wat ik kan grijpen. Gasten in een pak moeten mijn pad ontwijken. Want mijn last zullen ze pas begrijpen als ze het zelf dragen. Maar ze breken hun rug, want in mijn leven kunnen ze geen in zichzelf dragen. Er zijn zoveel gevoelens die ik uiten wil, maar ik haal ze voor mezelf en ik uit ze stil. Van binnen raak ik leeg, vandaar dat ik mijn honger buiten stil. Mijn alter ego is meer dan een beest wat naar buiten wil. Het is moeilijk om uit te leggen, vooral aan degene die niet weten hoe het is om voor je buiten te vechten. Mijn ogen blijven open, ze worden roder dan je bloed. Ik ben geen gangster, maar ik snij je moeder open als het moet. Misgunst is waar ik elke keer op bots, maar ik vecht voor mijn dromen met mijn eer en trots. Ik ben veranderd als persoon het afgelopen jaar. Laat mijn verleden voor wat het is, afgelopen klaar. Stippel mijn eigen route uit, gebruik mijn eigen voeten. Bewandel mijn eigen weg, doe jij ze maar de groeten thuis. Ik leer mijn lessen en benut elke kans. Degene die zegt dat iets onmogelijk is, zegt het omdat hij het zelf niet kan. C'est la vie, dat is het leven. Aan wie is het gegeven, wie moet overleven, wie is gezegend? Wie is rijk, wie is genaaid of gewond? We maken onszelf gek met alle wie, waar en waaroms. Zoveel vragen met te weinig tijd om alles uit te zoeken. Daarom doe ik het uit de doeken, maar wel met affiniteit. Ik verval weer terug naar mijn oude. Ik word paranoia terwijl ik naar een assietje grijp. Ik draai door, letterlijk en figuurlijk. Verlies mijn concentratie, want het leven dat ik leef is puur natuurlijk. Mijn leven is net een brok hash, het brokkelt af. De wereld draait en als ik word gesmoked, lig ik in mijn graf. Ik zie die grijns op je gezicht om hoe ik woorden rijm. Maar vergeet alleen niet hoe echt deze woorden zijn. We krijgen minder kans omdat we anders heten. Zij vinden van niet, omdat ze niet anders weten. Mijn handen zweten en jeuken, ze willen tanden breken. Vast in het kankerleven, vast geankerd. Schepen. Er is niemand om een kans te geven. Dus moet ik maar een balans zien te vinden om op de rand te leven. Fuck, iedereen zit in mijn eigen wereld. Plakt als een sticker, maar ik ben een eigenwijze kerel. Plus ik ben een man voor mezelf. En al die meelopertjes zijn geen eens een man voor de helft. Bekritiseren mijn muziek, maar ze schijten in hun broek. En in het echte straatleven niet, ze blijven op de hoek. Ik beschrijf het als een boek. Ik kijk niet, maar ik zoek. Realiteit is een bitch, laat haar pijpen op de hoek. Maar begrijp wat ze doet, want ze grijpt in je broek. Zak verdwijnt als een vloed en ze bijt als een snoek. Maar je hebt geen hengel nodig, want als ze klaar met je is, heb je geen hengel, maar een engel nodig. Je bent echt, dus je kent de code. Je zit vast, maar loop vrij rond. Je hebt geen bandje om je enkel nodig. En het is geen poep wat ik praat. Waarom word je teruggetrokken als het goed met je gaat? Wat denk jij? Ter beschikking van de straat is niet zomaar gemaakt. Wat denk jij? De naam is Appa, binnen straat filosoof. Brada, wat denk jij? Wat denk jij? Doe je ogen open, Amimati, wees scherp, Brada. Wat denk jij?